Na 16 jaar komt de hip-hopformatie Piet Philly en Perquisit eindelijk weer met een nieuw album op de proppen. Hoewel ze elkaar nooit helemaal uit het oog zijn verloren, voelde het als een frisse herontdekking om na al die tijd weer samen de studio in te duiken. Wat zou er gebeuren als we opnieuw onze creatieve krachten bundelen? vroegen ze zich af. Het antwoord was snel gevonden. Ze vonden zichzelf al snel terug met zeven nummers en besloten spontaan, laten we er een heel album van maken. Uiteindelijk kwamen ze op 15 nieuwe tracks, waarvan twaalf hun thuis vonden op het nieuwe album Eon. Fans van het eerste uur zullen ongetwijfeld de vertrouwde stijl van vocalist Piet Philly, Pieter Monson en producer Perquisite, Pieter Perkuin, herkennen. Ons geluid is altijd al eclectisch geweest. Er zijn enkele nummers die bij het grote publiek zijn blijven hangen, merkt Perkuin op, refererend aan hits zoals Mystery Repeats, dat zelfs diende als achtergrondmuziek voor een bouwmarktreclame. Dus fans zullen niet verrast zijn als ze op Eon-genres horen die we eerder nog niet verkend hadden. De drie singles die het duo al heeft uitgebracht, Hot Sauce, Mayhem en My Stereo, geven volgens hen een goed beeld van de diversiteit van het album. Het zijn allemaal klanken die je ook op onze eerdere albums hoort, maar we zijn wel een stap verder gegaan, voegt Monson toe. Daarnaast richt ik me op andere onderwerpen, want het grote verschil met vroeger is dat we nu allebei vaders zijn. Het nummer Eon is bijvoorbeeld een eerbetoon aan de dochter van Piet. Het gaat over onze onbreekbare band. Zulke thema's kwamen vroeger niet voor, toen waren we begin 20. Nu, begin 40. Behoorlijk oud, toch, grap de zanger. De leeftijd en de veranderde thuissituatie hebben niet alleen invloed gehad op de muziek, maar ook op het creatieve proces. Vroeger werkten we door tot we geen inspiratie meer hadden, soms tot diep in de nacht. Maar nu moeten we op tijd stoppen omdat we de kinderen moeten ophalen, legt Perkee uit. Dit album is gemaakt onder extreem burgerlijke omstandigheden, voegt Monson lachend toe. Maar het voordeel van een meer regelmatig leven is wel dat we meer focus hebben. We hebben een tijdsbestek en gaan gewoon aan de slag. En eigenlijk werkte dat best wel goed.